De nieuwe Raad van Commissarissen bij de Nationale Ontwikkelingsbank is op 16 april geïnstalleerd door minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Subhas Mungra, gewezen president-commissaris van de NOB, zei dat zijn deur altijd openstaat voor de nieuwe leden. Minister Achaibersing waardeert het dat de bank zich ten doel stelt de ontwikkeling van alle economische sectoren te bevorderen, voornamelijk de midden- en kleinbedrijven. Het is een nationale ontwikkelingsbank en om de ontwikkeling in Suriname op gang te brengen is ondernemerschap, durf, een goed investeringsklimaat en kapitaal nodig. De minister zei dat er geld vrijgemaakt zal worden voor de bank, maar niet ongeconditioneerd. De RVC zal erop moeten toezien dat gelden gebruikt worden waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. De nieuwe RVC bestaat uit Regilio Hira als president-commissaris en de commissarissen Monique Sowijojo, Claudine van Emden, Robbie Putisi en Naomi Banel.